Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time, onze serie over de Suripop-componisten. Het festival dat op 3 december in de Entrinesi Sporthal wordt gehouden. Die zal ook een compositie van de heer Ferdinand Schet bevatten. Hij is mijn gast vandaag. Meneer Schet, welkom in de studio. Dank u wel. Fijn dat u er bent. Ja. U noemt zichzelf een Suripop-veteraan, hè? U bent een beetje de oudste deelnemer van dit jaar. Ja. Ja. Deze keer zie ik alleen jonge mensen en daar ben ik tussen ze. Ja? Ja, dus, okay. Hoe vindt u dat? Ik vind het geweldig, ik vind het goed toch? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk laat u zien dat u met uw inzendingen toch nog elke keer wel weer iets te bieden heeft dat jonge mensen kunnen leren van u. Ja, toch. Ja. U heeft een hele rijke Suripop geschiedenis. Vertelt u me een beetje daarover. Nou, het is altijd leuk gegaan, altijd goed gegaan en ja. altijd wil ik er weer bij zijn. Maar het is me niet gelukt om altijd bij te zijn. Nee, maar ja. Vertelt hem over die keren. Hoeveel keer heeft u geprobeerd dat u niet in de finale bent beland? Ja, en 4 keren wel. 4 keren niet en 4 keren wel. Ja. Okay. Welke keer is u het meest bijgebleven? De eerste, Peres-Peres-Pinda. Ah, ja. Oké. Okay. Ja. Peres-Peres-Pinda. Dus dat weet je, ik dacht dat ik zo win. Dat is een grappig nummer, hè? Dat is heel erg. Op dat moment was mijn lied de meest besproken lied in die tijd, weet je. En dan, tenslotte bepaalde jury en optreden van je zanger speelt ook een rol, weet je. Ja, ik kan me herinneren, Peres-Peres-Pinda was omdat het was best een grappig nummer eigenlijk. Ja. En het was heel nostalgisch, hè? Want iedereen vroeg zich af, wat betekent het? Ja. En ik kan me nog herinneren dat iemand me dus vertelde, het ging over die oudere Javaanse mannetjes. Die, van toen, ja. de 60er jaren, ja. Die pinda verkochten, toch? Ja. Op de achterkant van hun fiets. Ja. Ja, en die Peres was eigenlijk meer zijn bedoelde vers. Dus hun manier van vers uitspreken. Ja. Dus had u dat gebaseerd op een... waar gebeurde verhaal, dus een ik was echt erbij, bestaan. Dus ik dus echt, ik was erbij toch? Ja. Ja, ik praat over 1964, 65. Ja. Ja, ik was erbij. Ja. Die man verkocht pinda. Ja. Ja. Okay. En soms had ik geen geld, maar soms kocht ik. Ja. En toen mocht het allemaal nog wel op de pof. Ja. Dat was zo leuk, die tijd. Ja. Uw tweede inzending, waarover ging dat nummer? Tranga lobby zonder money. Ja. Oké. Tranga lobby zonder money. Ja. Chapperferi. Ja. Eigenlijk is ook uit het leven gegrepen. Ja. Ja. Maar, waar gebeurt net als Peres-Pinda? Niet met mij. Ja. Maar als je op het veld kijkt, zo weet je dat hoe die mensen zo. Die naden soms. Soms gaat het zo moeilijk. Weet je, op grond daarvan. En de derde keer dat u in de finale bent beland, dat was Fakotunanga Yaki Dukong. Ja. Dus dat is echt ook weer heel anders, want dat is toch wel bezingt u een cultureel fenomeen uit Suriname, uit de Surinaamse cultuur, over die koto, die biki koto. En die Yaki, ja. Ja, en deze keer bent u Futegonanga Yu, nu gaat het helemaal een liefdesliedje. Ja, ik heb een beetje anders en het is ook een andere tempo. Bachata, weet je, bachata is zo mooi. Ik heb altijd van bachata gehouden, maar in mijn band zelf, in mijn groep speel ik het niet zo vaak. Ja. Maar ik hou van bachata. Okay. Ja, dat ik mezelf afvroeg, laat me deze keer echt bachata gaan schrijven. Ja. Ik vond het wel grappig, want het is de 4 inzendingen waar nu in de finale ben beland, die zijn heel erg uiteenlopend. Ja. Uit het leven gegrepen, cultureel. Ja. En en toch ook de clip van de vorige keer kan ik me ook heel goed herinneren. Dat is ook echt eigenlijk een beetje van vroeger, hè? Dat de slavenmeesters eigenlijk de slavinnen misbruikten. Ja. Om het maar zo te zeggen. Dus heftig ingrijpend. En nu bent u helemaal bij de love song. En die heeft het echt mooi gezongen. Ja, zeker. Mevrouw Aartjes heeft het echt goed gedaan. Hele fleurige clip, inderdaad. Okay. Mm. Hoe voelt u zich? Voelt u zich toch, als u zegt veteraan onder de jongeren, dat er toch wel door de jaren heen dat u een soort van het anker bent? U blijft daar en die ouderen komen en ze gaan. En de jongeren komen, nieuwe generatie, nieuwe muziek. Maar toch bent u standvastig daar. Ik vind, je moet je best doen om standvastig te blijven. En dat is het, weet je. En als je je best niet doet, dan lukt het weer niet. Ja. Weet je? Als je zo
terugkijkt naar de jaren Suripop die u allemaal heeft meegemaakt. Ja. Wat vindt u, wat kunt u ons vertellen over wat u ervan vindt over de stijl van de nummers die veranderd is door de jaren heen? Ik vind de stijl veel anders, maar beter. Dit is mijn mening hoor. Ik vind het beter, weet je. En mensen proberen steeds kwaliteit te zetten in dat ding. Hè? Mm-hmm. En dan zie je, voel je dat het beter gaat en dat het echt mooi naar de oren klinkt. Ja. Suripop 22 in 2024, doet u weer mee? Eerlijk gezegd, ik twijfel. Maar in die twijfel van mij had ik toch een nummer dat ik wilde schrijven. Maar ja, ja. Ik wilde schrijven over Sanang-Yang, Surinaams eten. Ja, weet je? Ja. En ik praat over Surinaams eten, bedoel ik in Staans, Japans, Creole, weet je. Daarover wilde ik wat schrijven. Ik was eigenlijk al begonnen. Ja. Dus ik twijfel of ik het alsnog doorgaat. Dus uw inzendingen liggen meestal op de plank. En dan wanneer Suripop komt, dan pakt u eentje van de plank en dan zendt u in. Ja, ik was begonnen, maar ik heb ook andere dingen te doen. Ja. Dus ik ben niet constant bezig ermee. Ja. Maar ik zeg het, daarover wilde ik schrijven. Ja, ja. Weet je? Ja. Dus het is toch weer heel iets anders. Ja, ja. Ja, dus aan het einde van het traject, dan kun je zeggen van, u heeft toch best een hele rijke, mooie Suripop collectie opgebouwd. Ja, ja. U bent zelf ook muzikant van huis uit. Ja, ja. Ik heb 11 broers. Ja, ja. Maar u speelt ook in een muziekformatie, toch? Ja, ik ben leider van Chong Chong. Ja. Nog steeds. Chong Chong, ja. Ja. Helpen de mensen van Chong Chong u mee als u zo'n inzending inschrijft? Wel, eerlijk gezegd, vroeger deed ik het niet bij de eerste en de tweede Suripop ding. Maar nu doet het wel. Ja. Nu moeten ze gewoon meewerken. Soms ga ik zelf aan in die microfoon roepen. Vergeet niet aan mensen, weet je. Wat zegt u ze dan in de microfoon? Dat er weer Suripop is en ja. Dus jullie moeten luisteren naar die nummers en als het nodig is, dan... Dus je probeert je fanbase ook nog tijdens de live optredens erbij te halen. Wat zijn de speciale rituelen die u uitvoert? Of hoe beleeft u die tijd na de launch, wanneer het nummer op de radio verschijnt en mensen reageren erop, tot naar 3 december? Het is een hele spannende maand waarin er van alles en nog wat gebeurt. Eerlijk gezegd heb ik niet zo'n grote concentraties, maar mijn kleinkinderen komen en zeggen, opa, die likes van jou, weet je, zoveel. Jij bent samen met zo'n nummer de meeste likes of wat dat ding nou. Social media, weet je. Okay, mag de mensen thuis mag ik iets verklappen over u, toch? Ja. De vorige keer toen u meedeed met Suripop, toen was u ook in de finale. Ja. Maar toen had meneer Schet geen smartphone. Dus alle communicatie ging via de app, maar u had geen app. Okay. Dus u moest elke keer, nu nog steeds af en toe, moeten we u apart bellen. Maakt wel bijzonder, bij ons heeft u een speciale plek, want we weten dat we u altijd moeten we u apart benaderen om alle boodschappen en afspraken te maar maken. Maar ik ben nu ook bezig om het goed te maken, want dat ding is, het kan niet, weet je, met de tijd moet je meegaan. Met de tijd moet je meegaan. Ja. Maar altijd was het van, hebben jullie meneer Schet gebeld? Die mogen we niet vergeten. Ja. Maar u bent er toch al altijd heel trouw en op tijd bij, dus dat is mooi. Maar na 3 december, wat doet u? Heeft u speciale rituelen of speciale senior dingen die komen of zo? Of is het gewoon normaal? Nee, ik ben gewoon relaxed. Ik wacht op de dag, weet je. Ja. We zijn met onze 12 in die boxring. Ik kan niet zeggen, ik moet winnen, ik ga winnen. Nee, dat gaat niet zo. Zo dacht ik ook bij Peres spelen dat ik kan winnen. Ja. Maar ja, andere dingen spelen ook een rol. Zoals wat? Zoals bijvoorbeeld de jury. Die beoordeelt op dat moment. Klopt. En als je zanger of je zanger een fout maakt, want dat was gebeurd bij Perspelles, Pinda. Er was een fout gemaakt. En heeft u het idee dat dat de reden is geweest waarom het nummer dan niet genoeg punten heeft gehaald? Ik ga niet direct zeggen dat het is, maar het kan. Ja. Je weet het nooit, want de stemming is natuurlijk is geheim. Ze hebben gewoon een regel overgeslagen om terug te komen weer, weet je, dan ben je uit die mate weer. Ja. Ik zat daar te kijken, maar ja.
Klopt, inderdaad. Maar dingen gebeuren niet zomaar. Ja. U staat weer in de finale. Ja. Deze keer met een bachata. Een hele leuke jongeman, Marcus Nahar. Ja. Die, zingt het, ja. die zingt het niet. Het is ook een nieuw jong talent. Ja. Nog nooit eerder meegedaan, volgens mij, met Suripop. Maar hij was, volgens mij, is hij wel bekend binnen ja. de... Ik heb hem gehoord en ik ben tevreden over ja. Mm-hmm. ja. Ze is dan pas leuk bij die bachata. Ja. Zeker weten. Ja, ja, zeker weten. En u heeft ook een hele leuke arrangeur, John Clay. Die heeft ook meegeholpen deze keer om het, ja. Om het goed te maken voor u. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ik moet niet vergeten dat Ernesto ook geholpen heeft met kleine schoonheidspootjes. Ja. Huh? Niet de kleine schoonheidspootjes. Niet dat hij het lied voor mij heeft. Nee, hij heeft me niet met het hele lied geholpen. Ja. Maar kleine spootjes die ik eigenlijk heb. Heeft hij gecorrigeerd. Ja. En dat vind ik geweldig. Maar dat is zijn taak. Dat ja. moet. Zo ja. hoort dat. Ja, toch? Ja. Daarvoor is hij er om te helpen om het geheel ja. te perfectioneren. Ja. Maar u bent tevreden over het resultaat? Ja. Dat goed teken is mooi. Want u heeft ook een, u had eigenlijk ingeschreven met een andere titel. Ja. Uw nummer ja, had een andere dat, titel. Ja, ja wat ja, is ja, gebeurd? Corona ja. happened. En een andere titel, ja. Een... Lobby Passi no Abifara had ik eerst en dan ja. later gewoon ben ik een net zo gaan vragen. Oh, gaat, ik wil die liever veranderen. Ja. En dat is het veranderd. Ja. Maar Lobby Passi no Abifara, ja? het slaat natuurlijk wel op, een, op de beginteksten. Van ja, ja, beginteksten. Ja, ja, toch? En dat, het is wel een originele artikel, want voor tegen dan ga je lijkt op een lobby singen. Nee, maar ja, voor, nee, het is eigenlijk een stimulans. Dat ja, mensen ja. langer bij elkaar blijven, weet je. Mm-hmm. Maar kijk, tegenwoordig toch, relaties houden geen aan de stand. Tenzij gaat men nooit elkaar om de gekste, kleinste dingen. Men luistert niet naar elkaar, men verdraagt niet van elkaar. En ja, als de kinderen zijn gelijk, die kinderen zijn onder, weet je. Ja. En vandaar dat ik heb geschreven, ja, voor tego naar jou, weet je. Ja. Zo, dat die simulant voor hun kunnen zijn. Ja. Om dat het doet in Scheid. Ja, dus eigenlijk een oproep. Ja, ja. Oké. Okay. Heel mooi, meneer Scheid. Heel erg veel succes toegewenst, ook voor u op 3 december ja. in Nis. En ook al mocht het zo zijn dat u nummer niet wint, ja, u bent ja. elke keer, ik bedoel, hoeveel mensen in Suriname kunnen zeggen dat ze 4 keer in de finale van Suripop hebben gestaan? Ja. Niet veel. Niet veel, nee. Niet veel, dus daar mag u best ja. trots op zijn. Maar, ja? Ja, ik ja, ben trots op, want ik heb liederen geschreven, ja, Suriname. Ja. Met luistert naar, weet je, ja. naar die nummers. En ik kan altijd terugkomen dat, ja, zo'n tijd, weet je, ja. heb ik zo'n nummer geschreven. Ja. Ik vind het geweldig hoor, die Suripop. Ik ben het helemaal met u eens. Ja. Helemaal. Ja. Dank u wel en succes op 3 december. Oké, okay. ja? weet je, en ook succes met de organisatie. Ja. Weet je, dat we het doen goed ons best. Gaat. Veel werk, maar ja. Uiteindelijk mooie avonden, dat is waarvoor we gaan. Ja. Ja, om net zoveel moeite als jullie hart en ziel in het nummer hebben gestopt, dat wij dat ook kunnen doen in de vertolking okay. voor de componisten. Ja? Ja? Oké. Okay. Ook bedankt. Dank u wel. Dat was het gesprek met Ferdinand Schet. Ook zijn nummer, voor Tego Nangayu, staat op de planken, zoals hij het zelf zegt, de boksering op 3 december in Nis, wanneer de Jules Chenafon trofee wederom voor de 21ste keer zal worden uitgereikt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Thank you, Dad. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.